Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Absolute Motors, waar we auto's mooier, beter en sneller maken. In deze video niet de auto's die je van ons gewend bent, maar doen we de Q&A die jullie hebben gedaan op Instagram. En die vragen, die gaan we nu beantwoorden. Nou, ik moet zeggen, in het begin had ik wel een klein beetje moeite mee dat het iets minder werd. Maar dat sloeg eigenlijk heel snel om. Want het is super chill. Ik spring onder de douche, ik kom eronder vandaan en ik ben letterlijk klaar. Niet meer naar de kapper, ik hoef geen gel meer te kopen. Dat scheelt me zeg maar elke maand een dikke, doe ik even stoer, 80, 90 euro. En die 80, 90 euro, die kan ik weer besteden aan andere leuke dingen. Voor altijd in het geband. Nee, want dat haar van Puk, dat is bijzonder. Ik denk dat ik nog liever hardlopend naar de zaak ga dan dat ik het kapsel van Puk krijg. Sorry Puk, maar Nee, doe dan maar een trabant. In principe is alles eigenlijk te leren, dus ook rappen. Alleen bij rappen is het wel een bepaalde vaardigheid die je onder de knie moet hebben. Je moet de folie kennen en die verandert eigenlijk elk jaar nog steeds. Dus je blijft leren. Elke keer weer. Depends on the person. I don't know, I think you still learn things every day. I don't know, that's a really difficult question actually. A long time. Wij willen Europees bekend staan als het bedrijf waar je voor alles terecht kan op het gebied van premium auto's. Met een superleuke club aan mensen eromheen, zowel op de werkvloer als qua klanten. En dat is hetgeen waar we uiteindelijk hoog overheen willen. Maar voor opleiding? Eigenlijk is er niet echt een opleiding voor specifiek het rappen. Je hebt wel een opleiding in signmaking. En dus dat houdt ook in dat je borden maakt en gewoon allerlei soorten stickers. Maar echt voor rapping heb je niet echt de opleiding. Maar signmaking komt wel dichtst in de buurt. Ik denk Lila dan misschien. Grote gok. Jij niet? Ja, ik kan het ook zijn. Boom! Maar hebben wij een gym girl hier? Dat was 2016, de Lamborghini Murcielago SV, ex John Olsen. Dus dat is die ene die de berg op gereden is en dergelijke in de sneeuw ooit. Dat was denk ik 2014 of zo, was die helemaal hype met die auto. En in 2016 hadden wij die als eerste supercar en in de werkplaats. Ah, I'm super fine. Great. Loving life. Having a great time. Thank you for asking. It means a lot that you care. Thank you. Ik zou nog wel een keer op Laguna Seca willen rijden. En met welke auto? Dat is wel een lastige. Ik denk Porsche GT4. Ja, of GT4 RS als die er is. Op Spa. Black Series. Sowieso. Ik denk dat het wel leuk is. Heb ik geen chocolades met tanden en zo. Ons mediateam bestaat nu uit 6 man. Rico, Lila, Nico, Vincent en Sam. En ikzelf. Let me tell you why I left the UK. I hate it. No, I really miss my friends, I miss my family, but for me the UK is just not where I want to be. Much prefer it here, the air is fresher, the people are nicer. And the company is way better. Hoogtepunt zitten we denk ik middenin. Dat zijn opnames voor een serie over Absolute Motors. Helaas kunnen we er nog niet meer over zeggen, maar dat is toch wel het hoogtepunt. Zeker als dat uiteindelijk afgerond is en we het kunnen gaan laten zien. Ja, ja heel vaak. Ja, het is toch leuk als je een groot project doet bij ons. Om er dan ook uiteindelijk nog een mooie video als van het resultaat te hebben. Het is een beetje de kerst op de taart, zeg maar. De aanpassingen, daar komen ze natuurlijk al in eerste instantie voor. Maar als je dan ook nog eens een keer vrienden en familie op afstand kan laten zien wat er allemaal is gebeurd. En voor jezelf is het natuurlijk gewoon heel erg gaaf. Ja, ik ga heel naar, ga ik iets nu zeggen. Ik heb deze, heb ik. En dit is denk ik mijn vijfde paar.
in de afgelopen 5 jaar. En tussendoor heb ik nog een kleine uitstap gemaakt, maar dit is wel eigenlijk een beetje mijn standaard go-to. Dus ik val, in dat opzicht val ik een klein beetje buiten de boot. Maar ja, kan niet alles hebben, hè? Mijn favoriete sneakers. Even kijken, want eigenlijk staan hier toch wel de mooiste. Ik denk eigenlijk een combinatie tussen de Off-White en de UNC. Omdat die, ja, die UNC Off-White zijn gewoon super dik, Jordan 1's. En ik denk dat dat toch wel mijn favoriet is. My favorite sneakers all time, my own customs. B1 Custom Apparel. Because then I can make whatever shoes I want and no one else will have the same. De Jordan 1 Off-White en dan de blauw-witte. Dus die wil ik al vanaf dag 1. Ja, iedereen weet dat ik een beetje krenterig ben, dus vond ik ze te duur. Toen ik ze voor €300 kon kopen, vond ik ze te duur. Bij de €800 waarde zat ik te twijfelen. Nou, ik moet het gewoon doen, want ik wil ze heel graag. Nee, zonde van mijn geld, vind ik veel te duur. Nou, volgens mij zijn we nu al verdubbeld, als het niet meer is. Dus ja, misschien moet ik het nu alsnog maar gaan doen. Want misschien zit ik over een jaar hier en dan zijn ze nog duurder. Nee, maar die zou ik wel graag willen hebben. Alleen het probleem is, ik draag sneakers. Ik zet ze niet neer om ze mooi te laten zijn. En ik ben tegelijkertijd ook niet super zuinig op mijn schoenen. Omdat ik hier nog wel eens ineens in de werkplaats iets doe terwijl ik mijn schoenen aan heb en zo. En dat zou ik zonde vinden. Dus het is ook een beetje zelfbescherming. Living Proof. Ik ben er ook een aantal maanden geleden begonnen als stagiair. Dat ging eigenlijk zo goed dat ik mocht blijven. En nu zitten ze aan me vast. Mocht jij nou ook een stage willen lopen bij ons, moet je altijd even een mail sturen. iwantajob@absolutemotors.nl. CV erbij, motivatie erbij. Even afwachten, het gaat helemaal goed komen. Eén ding wel heel belangrijk. Als we op zoek zijn naar een stagiair, dan is het wel altijd voor 5 dagen in de week. Het is hier lekker druk, dus dan hebben we je wel echt de hele week nodig. De camera setup die we gebruiken is de A7S III. Daar draaien we nu ook mee. Er zit een 1635 2.8 G-Master lens op. Voor audio gebruiken we de Wireless Go 2. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om 2 mensen tegelijk te interviewen en gesprekjes op te nemen. En om de beauty shots op te nemen gebruiken we de Ronin RS2 met een dual hand grip, zodat we voor langere tijd opnames kunnen maken. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om veel dynamischer te werk te gaan. Ik denk dat dat de Chiron is van The Homeless Guy. Dat is qua nieuwprijs de duurste. Volgens mij hebben we wel eens wat... Jawel, alleen volgens mij is Chiron is een stuk duurder dan een LaFerrari. En we hebben natuurlijk wel eens wat klassiekers gedaan die nog wat duurder zijn. Maar als je het over de nieuwprijs hebt, is het de Chiron. We hebben 2 Chirons gedaan, niet vergeten. Maar ik vond die van Jeroen wel het dikst ook qua specs. Ja, dat kan. We zullen het nooit adviseren. Dat is... kijk, het beste is met de hand. Dus, alleen ik snap ook dat we als mensen geen tijd hebben dat ze misschien een keertje een wasstraatje pakken. En ze hebben zelfs een klant die met zijn Ferrari F8 Spider gewoon door de wasstraat gaat. En Frits, je weet dat ik het over jou heb. Toen ik bedacht om dit te gaan doen, wat we hier doen, toen keek ik naar de merken die wij wilden voeren. Bijvoorbeeld de Krapovic. Toen ben ik gaan kijken voor wat inspiratie en namen bij websites van de merken die wij doen. Heb ik op dealers geklikt, kwam een overzicht tevoorschijn en het viel mij op dat bij de meeste A-merk dealeroverzichten dezelfde bedrijven bovenaan stonden. Dat was eigenlijk omdat ze begonnen met een A en het op alfabetische volgorde gezet wordt. Dus toen dacht ik, we moeten een bedrijfsnaam hebben met een A. Maar een A of een B als tweede letter, dat zorgt in ieder geval voor dat je zelfs boven de andere bedrijven staat die met een A beginnen. En zo ben ik eigenlijk gaan zoeken. Absoluut staat synoniem voor perfect of het leukste of het mooiste, iets in de extreme. Zodoende zijn we eigenlijk op Absoluut gekomen, wat dan perfect was om overal bovenaan te staan. Dus als je nu naar de websites gaat van de merken die wij doen, dan staan we eigenlijk overal als dealer bovenaan. En vaak zijn mensen liever lui dan moe, dus pakken ze gewoon de bovenste als ze ergens informatie willen aanvragen. Dus zodoende is de naam eigenlijk ontstaan. Ja, de mooiste auto. Ik vind de mooi... die van Kenneth, die 7-serie. Nee. Kenneth kijkt nu mee, maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Zo'n mooie auto trouwens hoor. Het is eindelijk BMW, dus, dus dat is positief. Ik denk dat de Monza
een van de mooiste auto's is. Who's the most annoying colleague? Who is the most annoying colleague? Rowan! Bjorn. Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen. Maar jij komt erg in de buurt. Kenneth. Sowieso. Nee, Puk. Puk is wel echt oprecht gewoon echt een vervelende gast. Is echt... Hij zit ook het dichtst bij. Dat maakt het natuurlijk nog wat vervelender. Oh, hij is er niet. Gelukkig maar. Dan weet hij het ook niet dat we het over hem hebben. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen mij zullen aanwijzen. We hebben eigenlijk geen vervelende mensen werken. Natuurlijk hebben we allemaal wel eens onze dingetjes. Misschien ben ik zelf wel de vervelendste, ik weet het niet. Maar ja, degene die het meest verrassend uit de hoek kan komen af en toe is natuurlijk Bailey. Dus ik weet niet of ik de eerste ben die hem noemt. Maar hij is niet de vervelendste, maar wel de meest verrassende. Rowan. Maar Bex en Scott, a couple, I think they're a perfect match. We're currently... Each other. That is not just one way. Okay, I did not expect you to say that.